Als je precies weet naar welke bron je op zoek bent, kan uitgebreid zoeken je helpen om daar terecht te komen. Je klikt op de tab uitgebreid zoeken en hier vind je velden die je in kunt vullen. Je kunt zoeken op woorden. Je kunt een periode afbakenen als je weet waarin het uitgezonden of gepubliceerd is. Je kunt woorden filteren uit je zoekopdracht en je kunt hier velden toevoegen op welk veld van de beschrijving je wil zoeken. Je kunt een mediatype toevoegen. Je kunt een bronnenbank toevoegen, collectie, beschrijving, een trefwoord. Ga zo maar verder. Stel dat ik wil zoeken op het videofragment uit het journaal van 2000, waarop Clinton bekend maakt dat het menselijk genoom is uitgevonden. Dan heb ik een hele specifieke zoekopdracht. En ik denk dat het moeilijk is om te vinden, maar ik ga een poging wagen door eerst op Clinton te zoeken. Ik kijk naar de resultaten die ik krijg vanuit alle archieven. En ik zie 132 resultaten. Dit wordt moeilijk zoeken, denk ik. Maar ik kan nu een beschrijving toevoegen en dat wordt dan genoom. Om te kijken waar ik dan op uitkom. En de zoekmachine is bezig. En ik hou niks over, dus dat gaat niet werken. Ik moet het op een andere manier doen. Ik ga beginnen bij de actualiteiten. Actualiteiten. Omdat ik weet dat het een journaal is, dus weet dat het bij de actualiteitenprogramma's hoort. Ik zoek en ik vind nog steeds ontzettend veel resultaten. En ik ga hem aanvullen met een bronnenbank. En die bronnenbank is beeld en geluid. En dan hoop ik dat ik minder resultaten heb. Nog steeds erg veel. Dus hier tussen ga ik het ook niet vinden op deze manier. Door het plusje te gebruiken kan ik nog een veld toevoegen waarop ik wil zoeken. Ik pak de beschrijving. En de beschrijving is genoom. En ik zoek opnieuw. En nu hou ik één resultaat over. Dit zou hem kunnen zijn. Ik klik hem open. En ik kijk naar de beschrijving. En ik zet verder dan niet in. Door de uitzending om te kijken of het erin zit. For science and I think for the public, both here and around the world. We are here to celebrate the completion of the first survey of the entire human genome. Without a doubt, this is the most important, most wondrous map ever produced by humankind. Het is fantastisch. In de 500.000 bronnen binnen Edit heb ik het ene fragment gevonden waarin Clinton dit zegt. Uitgebreid zoeken.